Guy van der Smissen, zondag standaard Club Brugge. Gaat het ontploffen op Sclessa? Ja, ontploffen. Het is een speciale situatie dit jaar op Standaar. Dus als het goed gaat, dan is het een uitgelaten sfeer. Gaat het slecht, dan is het echt het tegenovergestelde. Dus voor Stouderlaans hopen dat ze op voorsprong kunnen komen. En dan denk ik dat het wel goed zit. Hoe zwaar weegt die druk van het publiek? Ik denk dat het toch wel weegt. Maar ja, dat geldt nu voor die andere clubs ook. Hè. Voor Brugge en voor Anderlecht geldt dat ook. De druk wordt nu alsmaar groter. Het einde nadert. En iedere misstap nu is zeg maar bijna dodelijk voor de titel. Er is heel veel te doen over Batshuayi, dat hij niet genoeg in teamverband speelt. Wat denk jij daarvan? Ja, kijk. Als een speler in topvorm zit, dan doet hij alles, dan mag hij alles doen en dan lukt dat allemaal. Als het dan even niet lukt, ja, dan zeggen ze, ja, geef ze de bal niet af. Dus een speler die niet in topvorm is, die maakt het ook altijd soms iets moeilijker dan het zou moeten. Dus wat dat betreft is misschien niet echt de topvorm voor hem. En je moet nu niet gaan afgeven, hij is de schitterende wedstrijd gespeeld voor Standaard Luik. Dus met de situatie maakt dat we nu op het einde van het seizoen zitten. Standaard moet het zonder William Vijnkeur doen. Jelle van Dammen is er wel bij. Hoe zou hij die vervangen, Vijnkeur? Ja, ik weet niet. Hij heeft wel bepaalde mogelijkheden, denk ik. Buin zal wat spelen, De Saar misschien. Cissé heeft hem daar ook nog lopen. Dus ja, hij zal wel ergens iets uitvinden. Ik denk, niet, ik denk dat ze nogal gespeeld hebben zonder Vijnkeur dit te doen. Dus hij zal dan wel kijken in die matchen zonder Vijnkeur. Met wie heb ik toen gespeeld en welke combinatie was daar het beste voor de team? Standaard ging in Brugge heel verdedigend spelen, zuiver op het punt. Denk je dat Brugge dat ook kan doen op Sclessa? Ja, het is nu een beetje moeilijk. Hè. Natuurlijk, een punt op Sclessa is niet slecht, maar als je gelijk speelt tegen Standaard en Anderlecht wint, ja, waar sta je dan weer? Dus ik ben benieuwd hoe ze het allemaal gaan aanvatten. Waarschijnlijk toch met een bepaalde voorzichtigheid. En dan proberen tegen te prikken en daar toch ook op stilstaande fase. Want we hebben dat ook in de eerste wedstrijd gezien, dat Brugge op stilstaande fase toch wel heel gevaarlijk is. Verwacht jij een open wedstrijd of gaat het meer gesloten zijn met te weinig doelgevaar? Ja, ik denk de Stouders zal beginnen zoals ze altijd doen. Snel druk zetten, hoog druk zetten en proberen vroeg een doelpunt te maken. En Brugge zal proberen daar die fase te overleven en dan stilletjes aan het neus aan de venster komen steken. Op welke club zou jij je geld inzetten zondag? Natuurlijk staat er het voordeel van de thuiswedstrijd en het publiek erachter. Dus ik denk dat Stouder toch wint. Oké, dankjewel.